Ja, Bas, ja, weer tijd voor een nieuwe video. En het wordt zelfs romantisch, want de kaarsjes zijn zelfs aangestoken. Heeft dat te maken met het recept? Dat zou kunnen. Het ligt aan met wie het gaat eten. Maar wat we in ieder geval gaan maken is een heerlijke hertenstoof. Dus wild staat op het menu. En we gaan bereiden in de Dutch oven. Bas, ja, je zei een stoof. Wat voor stoof ga je maken? Ja, wat ik zei, een heerlijke hertenstoof. En ja, we zitten natuurlijk in het winterseizoen, het seizoen van wild. Maar niet alleen in de winter kan je natuurlijk heerlijk wild eten. Dat kan het hele jaar door. Dus blijf gefocust erop. Er is altijd wel wat lekkers te vinden op het gebied van wild. Maar vandaag hebben we de hertenstoof. En die heb ik hier. En ik heb de polet van het hert. En dat zit in de borstgedeelte. En dat is ook het stukje vlees wat lang moet stoven. Want het is wel werkvlees. Ja, want hoe zou je dit vlees omschrijven? Qua smaak? Ja. Nou, ik vind, ja, persoonlijk vind ik dat een beetje wat zoeter qua smaak, het vlees. En, maar wel heel mooi. Er zit wel karakter in. Dus wat dat betreft is hertenvlees wel een mooi product om mee te werken. En wees gerust, er zit nooit zo'n... vaak vinden mensen wild vervelend, sterke smaak. Die zit hier niet in. Mooi, heerlijk stukje vlees. Maar we moeten hem eerst even schoonmaken of droogdeppen, hoe je het wil noemen. Ja, Bastiaan, je hebt het vlees even drooggedept, hè? En ik zie hiervoor ook allemaal prachtige mooie producten staan. Wat is dit allemaal? Heerlijke spulletjes hebben we hier staan. We hebben hier de kastanjesampignons, kieltjes, kielaardappeltjes, de winterpeen, uitjes. En wat natuurlijk in de stoof hoort, ontbijtkoek, laurier, knoflookje en kruidnagel. Dat gaat er allemaal in. Nou, de kastanjesampignons is het enige wat ik even moet snijden. En voordat we dan de champignons gaan aanzetten, is het zo meteen eerst even zaak om het pouletje mooi aan te zetten in de pan. Zo, kijk eens aan. De pan heb ik al voorverwarmd. Ja, de Dutch oven, hè? De Dutch oven. De gietijzeren pan, zoals het is. Dan als eerste olie erin. Ja, en eigenlijk dit soort gerechten kun je natuurlijk perfect maken op de Dutch oven, toch? Daar is het echt voor gemaakt eigenlijk. Ja, mooie stoofpan is het inderdaad. De gietijzer, ze bakt niet zo snel aan. En dan, kijk eens. Kijk, hoppakee. Nou, lekker poulet erin. En wat je nu wil is dat je het aanzet. Zorgen dat er mooi krokant bruin korstje op komt te zitten. En dat is natuurlijk allemaal smaak die zich gaat vormen in die pan. Dus hup, poulet erin. En zorgen dat het lekker aanzet. Ja, Bastiaan, en hoe heb je de barbecue nu eigenlijk ingericht voor zo'n Dutch oven? Hoe werkt dat? Matthijs, een goede vraag. Kijk, daarvoor ben ik, hè, voor de goede vragen. Precies, dat blijkt weer. Wat ik gedaan heb, omdat ik eigenlijk het vlees wil aanzetten in het begin, is dat ik de pan nu boven de briketjes, de houtskool, heb gezet. Dus die zie je hieronder liggen daar. En straks als het vlees is aangezet, hè, dus we willen het laten stoven, dan zetten we het indirect weg. Dus dan komt de pan in dit geheel te staan. Want dan willen we geen directe hitte meer eronder hebben, maar puur wat temperatuur vanuit de barbecue. Dus hoe lang ga je nu, moet het nu op blijven staan? Nou, kijk, als het een mooie bruin korstje heeft gevormd, dan zijn we klaar. Dan kunnen we naar de volgende stap. Dan gaan we de ui aanzetten en de champignons die we daar hadden liggen. Maar ja, stap 1 is dit. Bastiaan, je kijkt me zo aan. Volgens mij gaan we verder. Kom, doe maar even kijken, meneertje. We hebben hier heerlijk lekker zo dat gebruinde vlees. Dat je zo'n mooi karamelletje hebt en dan is het klaar. Dan kan het eruit. En dan als we het eruit hebben gehaald, dan gaan de uien erin. Die zet als eerste even aan. Oh, nou ja. Uien met één korteltje. Ja, dat is wel jammer, hè, dat hij er dan weer bij in zit. Ja, 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 ja. Noteer het foutje even. Zijn er zelfs twee geworden, weet je dat? We knippen het wel even eruit. Ja, als je dat eens even doet. Kleur het weg. Ja. En dan lekker, want je ziet die uien, die kleuren bruin al gelijk. Maar dat is natuurlijk heerlijk lekker, die sappen van het vlees wat erin zit. En dat is wat je wil. Smaak. Tijd om het vlees weer terug te doen in de pan. Nou, we hebben het al lekker aangezet. Ja, oh, die geur trouwens. Mooi, hè? Nu ruikt het al heerlijk. Ja, dit. Je zou zeggen, dit moet wel erg lekker gaan worden. Stoofjes zijn sowieso geweldig, hè? Die terug. Dan heb ik gekozen voor een bokbiertje. Deze heeft een heel mooi karamelletje erin. En dat vind ik zelf weer erg prettig bij de hertenstoof. Dus 100 milliliter. Dan zou je zeggen, neem zelf nog een slokje, ik vind het net te vroeg. Ja, je maakt het nog lekkerder. Ja, we hebben net de koffie achter de kiezen. En een fond, een wildfondje of een vleesfond, wat je op dat moment hebt. Hier erin. Even roeren. Ja, en de ontbijtkoek hoort hier natuurlijk bij je, hè, bij zo'n stoofje. Precies, dat geeft toch wel die mooie karakteristieke smaak. Laurier, ontbijtkoek, de kruidnageltjes en duwt er lekker doorin. Hoppakee. Het ziet er al prachtig uit. Toch een mooie compositie aan kleuren. En last but not least, de deksel. Die gaat erop. Wat ik zei, indirect
4,5 uurtje moet je hem even lekker laten zitten. Dan is het mooi mals en naar wens. Dus dekseltje dicht. Ja, wat nu? Ja, Bas, nou, trouwens, jij wat nu vraag je. Nou, dat komt goed uit. Want ik heb vanmorgen weer post gekregen. Kijk eens. Het nieuwe editie van het magazine. Dat klopt. Wat staat er allemaal in? Ja, het is 19 november natuurlijk. De dag dat Vrij en Voet bij iedereen weer op de deurmat ligt of in de winkel. En ja, staat... vanmorgen lacht hij er alweer. Vanmorgen lacht hij er. Wat een service weer. Nou ja, wat staat er? Staat zoveel in, jongens. We hebben heerlijke wildreportages erin. Die heb ik helemaal hiervoor. Kijk eens, dan gaan we aan de slag met gegrilde hazenrug. En dan dit is wel een van mijn lievelingsrecepten. Tartaar van de Reek in Picanje van de Zoutsteen. Mm. Maar we leggen uit wat sous vide koken is. We hebben heerlijke winterrecepten met varkenswangetjes. De Christmas Countdown komt er weer aan, jongens. De Christmas Countdown wil zeggen dat er vanaf 1 december meer dan 3500 euro aan prijzen gaan weggeven. Elke dag een prijs. Totaal 3500 euro. Maar mag ik als cameraman ook meedoen of ben ik uit buiten gesloten van de actie? Het spijt me, helaas. Lees de kleine lettertjes. Ja. Voor jou dit keer niet. Maar we gaan naar Asaro hebben we erbij met heerlijke gerechten. Nou, het is weer een magazine geworden, bordenvol, heerlijke, inspirerende recepten. Waar je zeker minimaal 4 uur mee bezig bent. Dus ik ga hem lekker doorlezen. En tot over 4 uurtjes. Doei doei. Ja, ja. 4 uur later. Ja, dus ik heb het magazine even weggelegd. Oeh, maak je deksels open. Hoe ziet het eruit? Oh. Ah, dat is mooi, hè? Oh, en die geur, daar weer die geur, zeg. Die geur, hè? En prutting. Ik heb wel op een gegeven moment, een half uurtje geleden, heb ik zeg maar de aardappeltjes toegevoegd. Ja. Dus die hebben lekker mee gegaard. En ja, bekijk. Dat is toch mooi, hè? Ja. Ik wil wel even proeven eigenlijk, hoor. Want, Je haalt me de woorden uit de mond. Zal ik jou een stukje vlees geven? Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik filmen stuk. En proeven tegelijk, dat kan altijd. Kan dat? Wel. En anders komt ja, dat komt goed. Kijk eens. Als jij dat doet, proef ik hem even zo. Niet smakken. Ja. Hij is heerlijk. Oh ja, echt. Dit top. Moeten mensen echt thuis gaan namaken. Dat is lekker, hè? Nou, heerlijk. En voilà. Recept? Het recept? Ja, het recept kan je vinden hier beneden natuurlijk. Hè. Op het linkje klikken. Dan kan je natuurlijk altijd even abonneren op het kanaal Vrij en Voet TV. En druk dan ook even op het belletje. Dan krijg je elke vrijdag een signaal dat de video weer live staat met heerlijke recepten. Ik ga hiermee aan de slag. Ik wens je ook heel veel plezier om met de stoof lekker thuis aan de slag te gaan. Succes ermee. En ik zie graag onder de comments hoe het gelukt is bij jullie. Ja, en wat gaan we volgende week maken? Weet je dat al? Ja, dat weet ik wel. Ja, moeilijke vraag. Dat wordt iets heel erg lekkers. Dus ik denk dat we misschien richting de... Naar wat? Ik word ingefluisterd. Ja, wat wordt het? We gaan gourmetten. We gaan volgende week gourmetten op de barbecue. Oeh.